allemaal, weet je hoe je deze video hebt geklikt? Ik ben Lucinda. Het is ondertussen 4:15. Dus het is een beetje een schande dat ik nu pas de video open. Maar ja, het kan allemaal. Ik heb uitgeslapen tot eigenlijk 12:30. Of ik heb tot 12:30 op bed gelegen. Ik heb tot 12:00 geslapen, tot 12:30 op bed gelegen. Toen ben ik naar beneden gegaan, heb ik ontbeten. En toen heb ik nog heel veel beneden gewoon gezeten, gechilled. Gewoon gebeurd. Vervolgens zijn mijn ouders naar een kennis toe gegaan. Want die is vandaag jarig. Het is allemaal coronaproof hoor, dus maak je niet druk. En of die is jarig geweest trouwens, weet ik niet precies. En toen ben ik eten gaan ophalen. We hebben namelijk voor vanavond eten besteld. We gaan sushi eten. En ik heb er best wel zin in. Dus ik heb net heel even voor mijn moeder en mij eten besteld. Ik wilde ons mam zeggen, maar ik zeg gewoon heel even beschaafd Nederlands, mijn moeder. En dat gaan we vanavond eten. Daarna ga ik waarschijnlijk naar Rick toe om Mies de Mol te kijken. En dan blijf ik waarschijnlijk vanavond. Ik moet morgen pas laat beginnen met werken, dus dat is een voordeel. En ja, ik ga nu nog even editen. Aangezien het gisteren best wel laat was. En ik tot laat ben doorgegaan. Wat betekent dat ik dus tot laat heb geslapen. Uiteindelijk vanmorgen. Heb ik niet heel veel boeiends vandaag gedaan. Ik kwam net wel even tot de realisatie dat de corona niet misschien heel goed is voor mijn lichaam. Ik heb persoonlijk nog geen corona gehad. Hier in het gezin allemaal wel. Bij 2 van de 3 is het vastgesteld. En de derde heeft voor de zekerheid in quarantaine gezeten. Maar ik ben de dans ontsprongen, zeg maar. Maar een jaar niet sporten is niet zo heel goed voor je lichaam. Dat kom ik nu ook achter. Ik moest namelijk naar een restaurant hier in de buurt. Waar we dus bij besteld hadden. En dat is denk ik 5 tot 10 minuten fietsen van mijn huis af. Ik was kapot toen ik daar aankwam. En ik was kapot toen ik thuis kwam. Dus het staat helemaal nergens meer op, zo het zo zeggen. Ik kijk er ook gewoon voortaan tegenop om op de fiets te stappen. Omdat ik weet dat ik gewoon zo oververmoeid ga zijn. Zo buiten adem ga zijn. Dus ik moet echt weer gaan trainen. En ik moet echt weer gaan sporten. Maar corona moet een beetje voorbij zijn. Want ik durf het niet echt aan om met corona te gaan sporten. En daarbij gaat het ook niet echt per se. Want geen enkele sportschool is open. En thuis sporten heeft bij mij niet heel veel zin. Want dan is het de eerste week. Oh ja, we gaan de volle bak tegenaan. En vervolgens stapte elke keer af, want ik heb niet hele goede discipline. Ik moet ergens naartoe moeten kunnen om vervolgens te zeggen, joh, ja, ik doe het. Maar als ik het zelf moet doen, dan komt het er niet van. Dus ik ga nu gewoon heel even nog hier op bed zitten. Precies het tegenovergestelde doen van wat eigenlijk goed voor me is. En zodra corona denkt, joh, ik verlaat dit land, vind ik het allemaal prima en ga ik weer sporten. En dat beloof ik. Dat beloof ik plechtig. Is het zo? Ik weet niet hoe. Ja, je snapt me. Ik beloof het plechtig dat ik weer ga sporten zodra corona denkt. En het goed vindt om weer het land te verlaten. Maar in de tussentijd ga ik lekker hier op bed chillen. Of op achter mijn bureau chillen op mijn kamer. In mijn studentenhuis. En online lessen volgen en stage lopen. En het leven zoals het mogelijk is. Met de hoop dat het beter gaat in het vervolg. We zullen het allemaal wel zien, weet je. We kunnen de toekomst niet voorspellen en kunnen we dat wel, dan vind ik dat heel knap. Maar we kunnen wel een beetje uitrekenen hoe het volgend jaar en het jaar erop gaat zijn. En ik hoop toch echt dat het volgend jaar beter gaat. En dat corona denkt de ballen. En zo niet, dan wordt het nog een jaartje afzien. Ik denk niet dat heel veel bedrijven dat aankunnen als corona denkt een beetje wil blijven. Maar we zullen het allemaal. We kunnen de toekomst niet voorspellen. En als we allemaal gewoon een beetje ons aan de regels houden, moet het allemaal goed komen. Dus stay strong. Dit is een lange intro, maar het is wel zo. We zijn ondertussen een paar uur verder. Ik heb geëdit, ik heb video gekeken, ik heb serie gekeken. Gerelaxed, zeg maar. Ik heb ook nog gegeten, want het is nog dus 7:30. Ik ga me zo heel even klaarmaken, me omkleden. En we gaan richting Rick. En
We gaan Wie is de Mol kijken. We gaan een gezellige avond hebben. We gaan gewoon gezellig met z'n allen het gezellig hebben. En ik mag morgen laat beginnen, dus ik kan een beetje uitslapen. Ik mag een beetje laat beginnen, dus komt allemaal goed. Ik weet dat ik vandaag niet heel veel gevlogd heb, sorry daarvoor. Maar ik was aan het editen en toen was ik al klaar. Toen dacht ik, oh, misschien had ik dit kunnen timelapsen. Vervolgens ging ik serie kijken. Toen dacht ik, ja, het is niet heel boeiend om mijn serie te zien kijken. Achteraf gezien misschien wel leuk voor een timelapse. Dat zijn allemaal die ideeën die achteraf in mijn hoofd komen. Maar om dan iedere dag een timelapse te gaan maken is ook zo. Dus wat was dit? Is ook zo. Nee, gewoon. What the fuck? Sorry, what the F. Ik ben een beetje raar. Mijn hoofd is raar. Ben ik een beetje hyper? Ja. Sorry. Het is weer avond. Ik ga me klaarmaken. Daar komt het eigenlijk op neer. En we gaan onderweg naar Rick. En ik hoop dat het een beetje droog is, want vanmiddag regent het. Ik heb geen zin om in de regen te lopen, heel eerlijk gezegd. Hey, we hebben net Wie is de Mol gekeken, weer Moltok gekeken. En we gaan nu lekker slapen. Dus ik hoop dat je genoten hebt van deze vlog. Is dat zo? Bedankt dan heel veel met een blauw duimpje omhoog. Druk heel veel op de rode knopje beneden. En druk heel veel op het belletje om altijd geïnformeerd te worden als ik een video upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een nieuwe vlog. Doeg!